Rosanda Apai-Courtaar heeft gisteren haar nieuwe boek Go To Boy gepresenteerd tijdens een themaavond van de schrijversgroep 77. In het boek verplaatst de auteur zich in de rol van een 9-jarige jongen. Apai-Courtaar vertelde tijdens de presentatie wat zij allemaal heeft omschreven in het boek. Ik moest dus wel even gaan zitten in een andere leeftijdsgroep. Een jongetje, niet zozeer een issue, maar het feit dat het van een 6-jarige en 9-jarige was, dan moest ik toch wel een bepaalde omslag maken, ook in ja, hoe hij sprak en hoe hij dacht. En dat was nog wel even een kunst. In een stukje gaat het dan over een hele enge ziekte. We hebben hem dan geen corona genoemd, maar het is natuurlijk wel daarop gebaseerd. En dan denkt hij terug aan toen hij dan in de klas zat en de juffrouw begon over allerlei die enge dingen te praten. En dan heb je natuurlijk in elke klas heb je een lastig meisje en deze klas was dat Dinalta. En juffrouw had dus net uitgelegd dat je ging hoesten. De schrijver zegt verder dat het verhaal Go To Boy oorspronkelijk was geschreven in een kortere versie waarbij hoofdfiguur Verano 6 jaar oud was. Dat verhaal was bij een schrijfwedstrijd ingediend en viel uiteindelijk in de prijzen. Er is naast de boekpresentatie ook ingegaan op de toekenning van de Trefosa Cultuurprijs 2023 aan Sombra, die op 13 februari 84 jaar is geworden.